Eerst een bak koffie en een peuk, dan speed. Dan ging ik naar school, maar ondertussen af en toe wel in de pauze weer bijpunten. Dan ging ik s'avonds het plein op, ging drinken, ging dan aan de kook, ging naar huis, toen ging ik nog blowen en dan ging ik aan de keten. In deze serie date ik met mensen die je in het dagelijks leven niet zo snel tegenkomt. Ik weet wel waar we over gaan praten, maar nog niet met wie. Coke of limoncello? Coke. Lijntje of puntje? Lijntje. Blackout dronken of keel? Keel. Eén druk tegelijk of meerdere drugs? Meerdere. Deze week date ik met Jimmy. Hij was verslaafd aan meerdere drugs. Hé, hey, Jezus! Ja, hey, je bent enorm! Ja, ze zeggen het, hè? Jij moet heel veel drugs gebruiken om wat te voelen. Ze zeggen het, ja, klopt. Wat voor drugs gebruikt hij allemaal? Ja, wat gebruikte ik allemaal? Ecstasy, MDMA, cocaïne, 3MC, speed, benzo's, lachgas, blowen, alcohol. Noem het allemaal op. Alles gewoon. Ja. Jezus. Ja. En wat was je favoriet? Coke. Ja? Ja, 100%. Gelijk, ja. Dat kwam er snel uit. Of 3MC. Ja? Ja. Omdat je van 3MC had je geen kater. Hey, maar, en waarom coke dan? Ja, coke, dan paste ik, hoe heet het, dan gedraagde ik me naar mijn lengte. Dat vond ik fantastisch. Ja, ik ben 2 meter lang, maar toen werd ik 4 meter groot. Weet je wel? Ik had een ego, ik voelde mezelf verzekerd. Ik was het mannetje in de stad. Weet je? En dat is, ja, zonder drugs. Onzeker, angstig, bang. Even voor mijn beeld, hoe lang was je dan ongeveer verslaafd? Maar ik heb voor mijn 14e tot mijn 21e gebruikt. En ik blijf de rest van mijn leven blijf ik een verslaafde. Wel een clean. Dus in het programma, zeg maar, in verslavingswereld noemen we dat een herstellende verslaafde. Jong wel, man, 14 tot 21. Ja. Hoe vaak deed je dit ongeveer? Poh, überhaupt een middel? Ja. Dagelijks. Dagelijks, ja. Een middel? Ja. 5 keer in de week sowieso drinken. 4 keer in de week coke of speed. Elke dag keta. Pilletjes in het weekend. Blowen 4 keer in de week. Dan heb je ongeveer wel benzo's 's avonds. Om in slaap te kunnen vallen samen met keta. Dan heb je het wel. Wow. Ja. Holy shit. Ja. En dan was het ook niet 1 puntje of 1 grammetje. Dan was het ook vol gas. En hoeveel gebruik je dan ongeveer? Dat verschilt heel erg. Kijk, als ik kijk naar een weekend, op een van mijn laatste keren gebruik, dan heb je het over 5-6 gram. In een avond. In een avond? Ja. Holy shit. Ja. En dan alle soorten door elkaar. Ja. Dus dan hebben we het over pep en keta. Dan hebben we het over 3MC, coke, keta en speed. Zo. Ja. En ecstasy, pil erbij? Toen MDMA. Als ik opstond, dan begon ik met speed. Eerst wat je deed? Ja. Echt? Tenminste, eerst een bak koffie en een peuk. Dan speed. Dan ging ik naar school. Wow. En op school heb ik gewoon de hele dag gedaan. En ondertussen af en toe wel in de pauze weer bijpunten. Op school? Ja. Dan ging ik s'avonds, begin avond, ging ik het plein op. Ging drinken. Ging dan aan de coke. Ging ik naar huis. Toen ging ik nog blowen. En dan ging ik aan de keten. En dan viel ik in slaap. Ja. Ja. Maar je ging dan naar school aan de speed. Ja. Hadden ze dan niks door op school of hoe werkte dat? Nee, op een gegeven moment, en dat is een beetje het gevaar, omdat ik dus zo vaak onder invloed was, was dat het beeld wat mensen van mij kregen. Op een gegeven moment zag je niet meer naar mijn ogen, zag je niet meer naar mijn kaak. En ik was zo manipulatief en zo scherp op hoe ik eruit zag en hoe ik reageerde, tenzij dat ik te veel op had. Maar ik wist precies wat ik nodig had om te kunnen functioneren. Wow. Ja. En je werk dan? Hoe functioneerde je op werk? Ja, eigenlijk, ik werkte toen destijds in de sales. En dan was het gewoon heel makkelijk, want ik had geen controle over mij. Want ik werkte gewoon op straat en daar verkocht ik dingen. Mm-hmm. En daar kon ik gewoon onder invloed zijn. Weet je, zeker in de zomer kon je gewoon een zonnebrilletje opzetten. Kon je lekker je dingetjes doen. Ging je lekker enthousiast verkopen? Ja, weet je, ja. Mensen vonden het geweldig. Weet je, dan stond je ergens in Amsterdam en dan ging je lekker plat praten en gezellig leuk. En kijk eens, schat, neem lekker mee. Weet je, dat was toen het leven. En dat was gewoon, het was een beetje dat Wolf of Wall Street idee. Want je werd er dan ook niet hyper van of zo? Nee, ik ben altijd druk. Ja, toen, dat is niet uit te merken. Nee, toen in gebruik was ik altijd druk, want ik was altijd opgepept en altijd, weet je wel. Ook om te laten zien als ik moe was, dat ik niet moe was. Weet je, want ik was altijd aan en ik was dat mannetje die altijd gezellig was en ik was altijd in voor wat leuks. Poeh. Niemand wist hoe ik eigenlijk me daadwerkelijk voelde destijds. Ik wist van mezelf, dacht ik, dat op het moment dat ik drugs op had, dan was ik gezellig. Terwijl dat is natuurlijk compleet onzin. Waarom dacht je dat? Omdat ik mezelf dat had aangepraat. Weet je, al die succeservaringen die ik wel had met drugs, die enkele keren die dat waren, daar elke keer greep ik me aan vast. Want toen, weet je nog, toen ik dat toen deed, toen was ik leuk. Of toen gebeurde dit, oh, dat was geweldig. Wat vind je van jezelf als je nuchter bent? Toen vond ik het zwak. Toen vond ik het ongezellig.
Ja. Ik bedoel, boeien, iedereen doet het toch? Dat is hetgene wat ik mezelf altijd aanpraatte. Maar niemand wist daadwerkelijk ook hoeveel ik het deed. Dus of het nou cocaïne was om helemaal op te gaan in het feest, of te blowen om helemaal nergens aan te denken. Elke drugs had voor mij een bepaalde werking dat ik dacht van oké, ik ben in ieder geval niet hier en nu, ik ben bezig met iets anders. Wat wilde je dan niet voelen? Dingen van vroeger, onzekerheid, angst, niet goed genoeg zijn. Dat waren allemaal dingen die ik gewoon kut vond om te voelen. Weet je, dat is dus gewoon een stem in je hoofd die gewoon zo egoïstisch is, zo dwangmatig en obsessief. Bij mij ging het nergens anders over dan drugs. Als ik een gesprek aan het voeren was met iemand, was ik bezig met te kijken van diegene, wat kan ik van je gebruiken? Is dat drugs? Is dat je geld? Is dat je dienst bijvoorbeeld, dat jij kan rijden? Ik was alleen maar zo naar mensen aan het kijken. Dat was op het moment dat ik je een hand gaf. Zo. Hoe is het begonnen? Wat weet je nog het eerste moment dat je drugs deed? Nou, softdrugs, dat was gewoon uit nieuwsgierigheid. Ja, de middelbare school heb ik gewoon jongens leren kennen die dan blowden. Dan leer je die weer kennen en dan ben je wat vaker gaan blowen. Wordt het op een zaterdagmiddag allemaal even een tientje bij elkaar liggen. En dan ga je stiekem draaien in een speelpleintje. Weet je, zo begint het. Heel onschuldig. Een beetje experimenteren. Doordat ik op een huisfeestje kwam en ik werd wat ouder, 17, 18. En er werd al wat andere dingetjes gebruikt. Waar ik in het begin zei, dat ga ik nooit doen. Dacht ik, waarom niet? Blowen vond ik ook leuk voor de eerste keer. Drank vond ik ook leuk voor de eerste keer. Ik had wel altijd een bepaalde interesse in drugs. Toen heb ik een pilletje genomen en toen dacht ik, holy fuck. Dit is ziek, weet je wel. Ik kreeg energie en ik vond iedereen, ik wilde knuffelen, echt dat love effect, weet je wel. Ja, dan word je zo'n dweil van, toch? Ja, ja. Nee, dat. En ik denk, oké, nou, dit is fantastisch. Oké, en dan, je bent 18, je hebt al wat drugs gedaan. Mm-hmm. Wat was het moment dat je besefte dat je verslaafd was? Dat is bij mijn beste vriend thuis geweest. We zaten daar te borrelen, met z'n allen. En omdat mijn beste vriend, die wist al van hè, hoe ik was en dat ik nooit een keer normaal kon doen. Het moest altijd bij mij extreem. Dus mijn drugs die ik bij hem had liggen, die lag in een kluisje. We zaten te drinken met z'n allen en gewoon heel gezellig, niks aan de hand. En die stem begint, hè, want ik had al een paar bier op. Dus ik denk, ik moet drugs hebben. We zaten allemaal gezellig te borrelen. En ik heb met een mes geprobeerd dat kluisje te openen. En vrienden van mij die daar ook zaten, die zeggen, Jarno, mijn beste vriend, geef het hem dan maar. Heeft hem en hij zei, dat was het enige, gezegd, nee, gaan we gewoon niet doen, hij gaat gewoon weer te ver. En iedereen zegt, Jarno, geef het hem nou maar, weet je wel, geef het nou maar. En toen gebeurde er wat, dat ik echt dacht van, what the fuck, toen kwam ik zelf weer een soort terug. Dat ik dacht, what the fuck ben ik aan het doen? Iedereen zit hier gezellig, we zitten met z'n allen leuk en ik ben met een mes zo dat kluisje aan het openen. Hoe voelde dat besef? Heel verdrietig, ik barst ook echt een traan uit. Want ik dacht, er is dus iets dat ik inderdaad niet kan stoppen. Ik moest en zou die drugs hebben, wat dan ook. Ik veranderde echt in een monster en iedereen... Ik begon mijn beste vriend uit te schelden met alle ziektes die er zijn. En toen is er eigenlijk een soort onverwachte interventie geweest. Want hadden ze dus eigenlijk al iets door daarvoor? Ja. Wat merkte ze dan aan jou? Dat ik niet kon stoppen. Dat het steeds erger werd. Het werd steeds meer, het werd steeds extremer, het werd steeds gevaarlijker, het werd steeds... Ik begon steeds vroeger te gebruiken. Dus waar ik eerst om 4 uur begon met bier, werd het nu om 3 uur, 2 uur, 1 uur. Als ik wakker werd. Ja, het gevolg daarvan was toen dat gebeurde met dat kluisje, is dat ik, mijn beste vriend en beste vriendin, die hebben een soort interventie met mij gehouden. Hmm. Ik zei, Jimmy, als jij nu niet stopt, dan gaan we naar je ouders toe. En dat was bij mij, oh fuck, maar dat gaan we niet doen. Dus heb ik gezegd, oké, jongens, ik ga 3 maanden niks doen. Geen drank, geen drugs. Wel roken, dat wel, sigaretten. Ja. Dat heb ik volgehouden. Na die 3 maanden zei ik, oké, jongens, ik vind het leuk, maar ik ga wel weer drinken daarna. Ik ga geen drugs meer doen, maar ik ga wel weer drinken. Ik weet het nog precies, het was een zomerdag. Ik ging naar het strand. Ik had weer drank meegenomen. Was de eerste keer dat ik weer mocht drinken. En dezelfde avond had ik 2 gram coke in mijn neus. Wow. Wisten je vrienden daarvan? Nee. Maar toen dacht ik ook, fuck. Ja. Want toen ben ik echt als een verslaafde gaan leven. Niemand mocht het meer weten. Ik moest alles manipuleren. En mensen niet meer willen zien. En mensen vermijden, zodat ze het niet zagen. Ik was alleen maar bezig met mijn drugs. Dat was het enige waar ik aan dacht. Hoe hou je zo'n groot geheim verborgen? Ja, ik zou mezelf neerzetten als een hele goede acteur. Dus bij die was ik zo, bij die was ik zo, bij die was ik zo en bij die was ik zo. Ik was gewoon een compleet soort toneelstuk van allemaal persoonlijkheden die ik niet was, in 1 persoon. Dus als ik bij mensen was die bijvoorbeeld veel blowden, dan ging ik me daarop aanpassen en wat chillen en dan ging ik gewoon lekker mee blowen en relaxen. En als ik bij mensen was die heel druk waren, dan denk ik, kom op, we gaan lekker gek doen, leuk, weet je, helemaal
Je bent zo jezelf aan het manipuleren en zoveel rollen aan het aanhouden, wat zoveel moeite kost uiteindelijk. En dat heeft mij ook wel, ja, gewoon afgebrokkeld daadwerkelijk. Weet je, het was zelfs zo erg dat ik, mijn eigen leugens was voor mij de waarheid. Ik geloofde echt in mijn eigen leugens. Dus op het moment dat ik een leugen vertelde en dan hebben we weer even dat dingetje met die leugendetector, hij was groen gekleurd. Ik was er zo van overtuigd dat wat ik zei klopte, terwijl het totale bullshit was. Ja, dus daarom werd je ook er niet op gepakt door je vrienden. Nee, want ik was gewoon heel manipulatief. En ik zorgde er ook voor destijds dat ik ook veel omging met alleen maar mensen die gebruikten. Zodat ik zelf minder opviel. Was er een moment dat het echt helemaal was misgegaan bij jou? Ja, dat is mijn laatste keer gebruiken. Oh, echt? Ja. Ik was thuis. Mijn ouders waren er volgens mij niet, of die waren in bed, ik weet het niet meer. En ik had Keta. En ik ben toen voor een van de weinige keren dat ik echt thuis heb gebruikt in mijn eentje in bed. Dat vond ik echt vrij heftig. Toen ben ik psychotisch geworden. Toen lag ik in bed, toen zag ik een leeuw langs het raam lopen. Oh shit. En daar ben ik toen zo van in paniek geraakt dat ik op ben gaan staan met die spaghettibenen. Het licht aan heb gezet en mezelf dubbel zag in de spiegel. En waarbij de ene stem zei, ga maar gebruiken. En ga maar dood. Het is goed zo, het hoeft langer niet meer. Dan hoef je die leugens niet meer te vertellen, hoef je niks meer te doen, hoef je niemand meer aan het lijntje te houden. Dan is het klaar, dan is het rust. Of je legt het voor vanavond weg. En je gaat hulp zoeken. Die avond heb ik naar die stem geluisterd en sinds 9 januari 2021 ben ik clean. Wow, dus jij hebt eigenlijk tegen jezelf verteld dat je moest stoppen. Ja. Waarom wilde je toen wel echt stoppen? Omdat ik toen echt de duif van de ogen heb aangekeken. Het was toen echt leven of dood. Want als ik toen door had gebruikt, dan had ik gewoon in het ziekenhuis gelegen. En weet ik niet of ik het had overleefd die avond. En hoe ben je toen verder gegaan? Nou, ik werkte toen bij, of ik liep stage bij een bedrijf. Recover to Work. En dat is het bedrijf wat werkt met herstellende verslaafden. Mm. En daar liep ik vanuit school, ben ik daar geplaatst. Zonder dat school weer dat wist van verslaving of wat dan ook dat bij mij speelde. En toen dat bedrijf, daar werkte een vrouw Jennifer. En dat is de eerste vrouw waar ik toen ook al in gebruik eerlijk ben in geweest. Dat ik gezegd had, van, ik ga dit doen, ik ga dat doen, ik ga zus doen, ik ga zo doen. Want dat was de eerste vrouw die mij begreep. Die wist hoe het was om verslaafd te zijn. Maar ik ben dus daar de volgende dag op stage onder invloed aangekomen. En dat zag zij. En zei ze, Jimmy, dit, ik weet, je kan me alles open en eerlijk vertellen. Ik wil graag naar je luisteren, maar we werken hier met mensen in herstel. Je kan je niet onder invloed aankomen. En toen ben ik vol emotioneel geraakt en gezegd, ja, ik wil al heel lang stoppen, maar het lukt me niet en ik kan het niet. En zij heeft toen gezegd, morgenavond gaan wij naar een meeting. Naar zo'n zelfhulpgroep. Het enige wat ik hoefde te doen, zeiden ze, is blijf terugkomen en je hoeft alleen vandaag niet te gebruiken. Als je het alleen vandaag niet doet, morgen is er nog niet. Dus alleen vandaag ga je het niet doen, hoef je het niet te doen. Je mag het wel doen, maar het hoeft niet. En dat ben ik gaan opvolgen. En ik ben elke keer terug blijven komen. En ik ben het aangepakt. En ik ben gaan luisteren naar de mensen die langer clean waren. Dat effect van gebruik, dat euforische, dat fijne, dat gave, dat kreeg ik nu door herstel. Ik kon in één keer mijn school afmaken. Ik kon in één keer een baan zoeken. Ik kon in één keer een relatie opbouwen met vrienden die gewoon gezond waren. Zonder dat ik bezig was met wie ben je en wat heb ik van je nodig. Allemaal dingen die ik vroeger nooit kon. Vanuit een eerlijk en positief karakter. Ik was weer positief in mijn leven. En stap voor stap deed ik alleen maar succeservaring op en ging het alleen maar beter. Hoe voelde dat? Dat is geen woord, geen gevoel, dat is niet te omschrijven. Maar als ik nu terugkijk, het enige woord wat ik me kan bedenken is hoe ik me vandaag de dag voel, is dankbaar. Sick, man. Ja. Ja. Echt, dat klinkt echt vet. Ik ben er echt van onder indruk. Wat zorgt er dan voor dat je door blijft gaan met clean zijn, zeg maar? Want er komt natuurlijk een moment dat het nieuwe er vanaf is, zeg maar. Ja. Hoe ga je door? En voor mij is het zo belangrijk om op die momenten dat ik denk van ja, gebruik is een goede optie, om altijd weer te denken waarom ik ben begonnen met stoppen. En daarom juist op die meetings heb ik nieuwkomers nodig. Mensen die voor het eerst komen om te zien van waar het bij hun, hoe hun binnenkomen, want dan kan ik mezelf in herkennen. Oh ja. Weet je, en dan denk ik al heel vaak, ik wil niet meer terug naar gebruik. En ik heb zelf een hogere macht, zoals we dat dan noemen. De ene noemt het God en de ander noemt het iets anders. Dus ik bid ook. Wow. En dat is, als je mij dat 2 jaar geleden had verteld, van jij gaat elke dag op je knieën om te bedanken van je hogere macht wat je vandaag de dag hebt, dan had ik echt gevraagd, wat heb je gebruikt? Ja. Weet je, dat was een ver van mijn bed show. En ik heb ook heel veel weerstand gehad in het begin. Tot ik het een beetje ging begrijpen.
Weet je, en ik heb nu een burgerlijk leven en ik vind het fantastisch. Ik kan mijn verantwoordelijkheden nemen en dat is hoe mijn leven er vandaag de dag uitziet. En ik mag gelukkig lekker bouwen aan een hele mooie toekomst zonder middelen. Jimmy, ga je nog wel eens naar feestjes waar andere mensen drugs doen? Ja, ik ga nog steeds naar andere feestjes. Alleen dan heb ik wel dat ik er scherper op ben en dat ik bijvoorbeeld niet tot 5 of 6 uur blijf, maar dat ik bijvoorbeeld eerder naar huis ga. Vind je het dan niet confronterend dat iedereen dan drugs aan het gebruiken is? Nee, ik vind het niet per se confronterend, want ik weet dat ik het zelf absoluut niet meer wil. En dat scheelt voor mij gewoon heel erg. Waarvan heb je het meest spijt toen je verslaafd was? Het meeste spijt heb ik denk ik vooral van de mensen die ik om me heen heb pijn gedaan. Dus het liegen, bedriegen van de mensen die eigenlijk echt van mij houden. Ik denk dat dat wel is hetgene is wat mij het meest pijn heeft gedaan. Ja. Oeh, dat was hem. Zat deze stoel niet helemaal kut voor jou trouwens? Absoluut. Ja. Ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Vergeet niet te liken en te subscriben en laat weten in de comments wie jij hier zou willen zien zitten.